Kijk naar de stoel in de keuken. Is deze symmetrisch? Een voorwerp is symmetrisch als het in twee of meer gelijke delen verdeeld kan worden. Als we de stoel doormidden zagen en we houden een spiegel tegen het zaagvlak, dan zien we een hele stoel. De stoel is dus symmetrisch. Sommige voorwerpen lijken symmetrisch, maar zijn niet perfect symmetrisch. Kijk naar het gezicht van de vrouw. Het gezicht lijkt symmetrisch, maar is dit ook zo? Kijk wat er gebeurt als we van de twee helften een spiegelbeeld maken. We krijgen dan twee verschillende gezichten. Een gezicht van een mens is dus niet perfect symmetrisch. Toch noemen we in de biologie een mens symmetrisch. Als een voorwerp of een organisme in twee gelijke delen verdeeld kan worden, dan noemen we dit tweezijdig symmetrisch. Tweezijdige symmetrie komt bij veel dieren voor, bijvoorbeeld bij de huisvlieg. Als een voorwerp op meerdere manieren verdeeld kan worden in twee ongeveer gelijke helften, dan noemen we dit veelzijdig symmetrisch. Dieren die je op geen enkele manier in twee gelijke helften kunt verdelen, zoals dit pantoffeldiertje, noemen we niet symmetrisch.